Elsemieke, het is nogal een overval vanochtend. 3 bossen bloemen, vlaggen in de buurtbus. Hoe voel je je? Trots. Het is wel mooi, hè? En vind je het fijn om in de buurtbus te rijden? Ja. En als je in de buurtbus, als je die niet had, wat gebeurde er dan? Nou, ik kon in de Hardenberg. Een beetje beduust is Elsemieke wel van dit alles. Maar de buurtbus is heel belangrijk voor haar zelfstandigheid. Ja, dat is voor Elsemieke heel belangrijk. Want dan kan ze zelfstandig dus van huis naar Hardenberg en ook weer thuiskomen. En als dat niet de buurtbus er niet was, ja, dan zou ze op de fiets moeten of ik zou haar op moeten halen of brengen. Onmisbaar dus als het reguliere openbaar vervoer gewoon niet meer rijdt. Vrijwilligers zorgen ervoor dat ook de kleine buurtschappen bereikbaar blijven. Ja, daar is echt behoefte aan. Maar we zitten altijd ruim boven de 6000 passagiers per jaar. Bij de winterdag zoals nu is onze doelgroep de jeugd die naar school gaat. Die brengen we dan 's morgens dicht bij de school. En bij de zomerdag is er behoefte aan de campinggasten. De campinggasten die gaan graag met ons mee. En van hier naar het station of naar het centrum van Hardenberg. Dan hoeven ze niet te betalen voor parkeren. Dan kunnen ze met de buurtbus daarvan genieten. Een gemoedelijk ritje, maar oh zo belangrijk. Ja, zeker. In deze tijd.